Wat soms een groot probleem is, een losbaanstoot. De ballen liggen recht achter elkaar. Geen mogelijkheid tot normaal te karamboleren. Dus er is een oplossing. De speelbal van een losse band, zoals dat heet, te spelen. Wat een hulpmiddel is, is het midden bepalen tussen de plaats waarbij die bal in moet vallen en de plaats waarbij de speelbal vertrekt. Het middelpunt tussen dit en mijn speelbal zal ongeveer hier zitten. Dit punt wordt vervolgens het aanspeelpunt aan de overkant. Altijd zonder effect spelen. Zonder effect geven een normale afslag op de band. Bal rustig lang wegduwen. Waarbij de karambol niet al te moeilijk hoeft te zijn. Hetzelfde geldt in de lengte van de tafel. Het probleem wat we daarnet in de breedte van de tafel hadden, kan zich net zo goed voordoen in de lengte van de tafel. De theorie blijft gewoon hetzelfde. Bepaal het midden tussen vertrek en aankomst en neem dat als raakvlak aan de overkant. Zonder effect de bal rustig wegdrukken. Perfect. Los bandje weer, maar dan midden op de tafel. Ligt wat korter op elkaar. De benadering en theorie blijft hetzelfde. Het midden bepalen tussen vertrek en aankomst. Wat een handige tip is, deze bal altijd over de duim te spelen. Waarom? Over de duim geeft meer feeling qua richting en van snelheid. Dus zonder effect hoog in de bal rustig weg laten scrollen. Wat ik al eerder vertelde, het librespel moet zoveel mogelijk naar de kop van de tafel toe. Dit is dus een figuur waarbij het belangrijk is dat de speelbal geplaatst wordt ten opzichte van rood. Dat wil zeggen, ik zal die bal van wit spelen naar rood. Wit gaat richting de kop van de tafel. Mijn bal zal dusdanig geplaatst moeten worden op rood, zodat de volgende stoot hier een verzameling zal opleveren. Dus, speelbal wit naar voren, plaatsen op rood. Je ziet dat wit nu al op de kop van de tafel is. Vervolgens is het volgende punt van rood trekken naar wit, waarbij rood ook hier op de kop van de tafel gaat verzamelen. Proberen de dikte goed te bepalen. Met dit idee. Dit is weer een stoot waarbij plaatsing noodzakelijk is. Dat wil zeggen, de speelbal op wit dusdanig plaatsen op rood, zodat daarna een verzamelstoot ontstaat. Wat vaak verkeerd wordt gedaan, is de bal aan deze zijde te willen plaatsen. Dat is lastig en heel moeilijk. De makkelijkste manier is altijd om aan de binnenkant van rood te komen. Daaruit ontstaan vaak 4, 5 mogelijke verzamelstoten. Dus van wit via één band aan de binnenkant van rood. Wat je nu ziet is dus een trekstoot van rood met verzameling richting de hoek. Dit is één variant die er kan komen, maar het kan net zo goed dit worden of dit worden. Je hebt op deze positie meerdere mogelijkheden om hier naar de hoek te komen. Wat ik nu dus had, is deze stoot met de mogelijkheid om de ballen in de hoek te verzamelen. De positie midden op de tafel vraagt nu om nauwkeurigheid. Dat wil zeggen, 1 of 2 punten maken, zodat er een trekstoot ontstaat van wit.
Immers, een trechthoed van wit heeft weer tot gevolg dat ik weer terug kan verzamelen. Dus, de speelbal. Eerst van rood naar de zijkant van wit. Vervolgens van wit tegen rood kan liggen. Waardoor dus een trekstoot ontstaat. Met dit verhaal. Dit kan ook in één keer gebeuren. Dus bijvoorbeeld rechtstreeks van rood plaatsen ten opzichte van wit. Vervolgens trekken van wit. Wanneer de feeling dermate perfect is, kan het zelfs in drie keer. Dus eerst van rood naar de zijkant van wit. Vervolgens van wit naar rood. Om nu het derde puntje te pakken en de plaatsing op wit te creëren. Vervolgens trekstoot van wit. Waardoor de positie weer terugkomt als bij het begin. Het probleem echter kan zijn dat de positie wat te ruim zal uitvallen. Wat is dan het probleem? Dat door middel van een trekstoot die snelheid van wit moeilijk te doseren is. Ik zal het proberen te laten zien. Trekstoot van wit. Maar het loopt snel wat hard en ruim uit elkaar. Oplossing in deze is te spelen middels een piqué. Wat wil zeggen een piqué, waarbij de keu dus rechtop gehanteerd wordt, rustig achter op de bal, waardoor dus de snelheid van wit makkelijker te doseren is. Wederom een piqué, dit keer noodzakelijk, omdat de trekstoot op wit wordt bemoeilijkt door de ligging van de ballen. Met andere woorden, de handstand is moeilijk te hanteren. Dus piqué is noodzakelijk. Dat kan door de hand op de band te zetten en iets of wat boven de ballen door te buigen. Dus op deze manier. Vervolgens kun je er makkelijk bij en piqueren. Nogmaals. Hand op de band. Iets doorzakken boven de ballen. Rustig in de bal drukken. Met deze positie tot gevolg. Wederom een stoot waarbij de plaatsing ten opzichte van rood noodzakelijk is. Met andere woorden, speelbal op wit via band. Dusdanig op rood leggen, zodat er een verzamelstoot van rood in de lengte ontstaat. Dus, op wit, via de band, naar rood. Je ziet vervolgens een figuur ontstaan die al eerder behandeld is. Een verzamelstoot van rood, waarbij rood dus via lang, kort, hier naar de hoek komt. Speelbal op rood via de lange band. Met deze verzamelmogelijkheid tot gevolg. De positie heeft echter meerdere mogelijkheden. Want de speelbal op rood heeft meerdere mogelijkheden tot verzameling. Daarnet hadden we dit. Het kan net zo goed dit wezen. Of deze positie. Maar de verzamelstoot in de lengte van de tafel zal altijd blijven. Nog een keer. Dus wederom via wit
proberen de plaatsing op rood te zoeken. Rustig laten rollen de bal. En je ziet nu alweer een ander resultaat. Wat nu volstaat een rechtstreekse trekstoot. We zullen hem proberen meteen uit te voeren. Dus, trekstoot op rood, via de band, rood via de bovenhoek, hier verzamelen.